De geluidswal neemt parkeerplaatsen voor hun bedrijf weg en maakt dat het terrein niet goed te bereiken is voor vrachtwagens. Eigenaar van het bedrijfspand Aad Maat verzet zich al maanden tegen de komst van het scherm en was dan ook verbaasd toen er een paar weken geleden mee begonnen werd. Ze hadden gezegd, we moeten eerst de vergunning verlenen aan degene die het gebouwen, dan kunnen jullie bezwaar maken. Dan gaan we aan tafel om andere maatregelen te nemen. Maar we konden helemaal geen bezwaar meer maken, want de aannemer was al bezig. Ze hadden al het werk al uitgegeven. Het scherm wordt gebouwd om uiteindelijk één woning uit de herrie te halen. Dat terwijl er meerdere bedrijven schade aan ondervinden. Zo kunnen toeleveranciers van Ecotone niet meer met hun vrachtwagens bij het bedrijf komen, waardoor Ecotone genoodzaakt was de huur op te zeggen. Wij zijn inderdaad enorm de dupe. Wij zijn ook genoodzaakt op een gegeven moment al onze spullen te gaan verhuizen. Wat al in gang gezet is eigenlijk. Want wij kunnen hier gewoon geen zaken doen op deze manier. Maat heeft een kort geding aangespannen tegen Rijkswaterstaat, dat woensdag voorkomt. Rijkswaterstaat zegt de situatie vervelend te vinden voor de bedrijven en heeft vandaag de werkzaamheden stilgelegd in afwachting van het kort geding. Maat hoopt dat Rijkswaterstaat besluit om af te zien van het scherm. Mocht Rijkswaterstaat het morgen zeggen van we zetten dat scherm niet neer, dan moeten ze dat al heel op korte termijn vertellen. Dan kan ik misschien met de huurders nog aan tafel gaan om ze toch te behouden. En anders? En anders zijn ze weg. Ja. En heeft u schade? Ja, heel veel schade. Dat loopt in de miljoenen eigenlijk.